Wat is Philips Cinema 21.9 en is dit voor u geschikt? In deze video leggen wij u uit wat de Philips Cinema 21.9 televisie bijzonder maakt en bespreken we een aantal zaken waar u op moet letten als u dit model wilt kopen. Met de bediening onder deze player kunt u gemakkelijk skippen of spoelen naar de informatie die u wilt zien. Televisie en filmbeelden worden in een bepaalde beeldverhouding of beeldratio opgenomen. Vroeger werden televisiebeelden in de verhouding 4:3 opgenomen. Met de komst van breedbeeldtelevisies is dat veranderd naar 16:9. Filmbeelden kennen andere verhoudingen. Filmbeelden worden vaak opgenomen in cinemascoop, met een verhouding die bedoeld is voor bioscoopschermen. Die verhouding past echter niet precies op een tv-scherm. Wanneer dit soort beelden toch op een gewone 16:9 breedbeeldtelevisie worden afgespeeld, verschijnen boven en onder het beeld zwarte balken. De Philips Cinema 21.9 is een tv die ontworpen is om dit probleem op te lossen. De verhouding van het scherm is 21:9, een verhouding die geschikt is om zonder zwarte balken films in hun originele cinemascoopverhouding af te spelen. De Philips Cinema 21.9 is verkrijgbaar in twee modellen. Als LCD-tv met een beelddiagonaal van 56 inch of als Full LED-tv met een nog iets grotere beelddiagonaal van 58 inch. De Philips Cinema 21.9 met een beelddiagonaal van 56 inch is een LCD-scherm. Dat betekent dat de pixels in het scherm zelf geen licht geven. CCFL-lampen achter de pixels stralen wit licht uit en de LCD-pixels fungeren als een soort lamellen die het witte licht één of meer van de kleuren rood, groen en blauw meegeven. Door alle pixels te laten samenwerken, creëert het toestel het beeld. De Philips Cinema 21.9 met een beelddiagonaal van 58 inch is een full LED-scherm. Net als het 56 inch LCD-scherm heeft dit LED-scherm pixels die zelf geen licht geven, maar wel kleur hebben. In het 58 inch scherm worden de pixels verlicht door LEDs die direct achter de pixels geplaatst zijn. Doordat deze LEDs onafhankelijk aan of uitgezet kunnen worden, heeft deze Cinema 21.9 een groter contrast dan het 56 inch model. Beide Cinema 21.9 modellen zijn, zoals veel Philips HD-tv's, uitgerust met Ambilight. Ambilight is een techniek waarbij LED-verlichting op het toestel tijdens het kijken extra licht uitstraalt. Dat licht neemt steeds de kleur aan van de dominante kleur op het scherm. Ambilight verandert niets aan het feitelijke beeld van de tv. De techniek is bedoeld om de kijkervaring te versterken en heeft daarnaast ook een zeker cosmetisch effect. Als u de aanschaf van een Philips 21.9 overweegt, is het goed mogelijk dat u deze ook wilt aansluiten op een 5.1 of 7.1 home cinema set. De tv biedt daarvoor twee mogelijkheden. Als uw set beschikt over een HDMI-ingang, kunt u de tv en de set op elkaar aansluiten met een HDMI-kabel. Als uw set niet over een HDMI-ingang beschikt, dan kunt u de verbinding maken via de coaxiale digitale audio-uitgang van de tv. De Philips Cinema 21.9 is uitgerust met verschillende toepassingen om verbindingen te maken met randapparatuur. De tv kan direct verbinding maken met uw thuisnetwerk via een LAN- of ethernetpoort of draadloos via wifi. U kunt het beeldsignaal van uw computer doorgeven via de VGA-PC-ingang. De Philips Cinema 21.9 is bovendien DLNA gecertificeerd. Dit betekent dat de tv zonder verdere installatie kan communiceren met alle andere apparatuur die deze certificering ook heeft. De Cinema 21.9 met een beelddiagonaal van 58 inch is behalve een full LED-scherm ook een 3D-televisie. De Cinema 21.9 kan full HD 3D-beelden vertonen, mits het toestel 3D-beelden ontvangt, van bijvoorbeeld een 3D Blu-ray-speler of een andere bron. De Philips Cinema 21.9 heeft hiervoor dan ook een ingebouwde zender om 3D-brillen mee aan te sturen. De benodigde 3D-brillen zijn echter niet bij de televisie inbegrepen.